Hallo! Iedereen heeft wel zo'n moment dat je gewoon even alles eruit wilt gooien wat in je zit. Yes, je emoties onder controle houden. Soms moet het er gewoon echt uit, ook al is de waarheid gewoon keihard. Sommige mensen nemen het alleen iets te letterlijk en kunnen hun emoties gewoon echt niet onder controle houden. Daarom deze video moeilijke momenten om je emoties onder controle te houden. Er wordt een geheim verteld. Dat moment wanneer jouw beste vriendin haar schokkende geheim vertelt en jij echt nooit ooit hebt gedacht dat het uit haar mond zou komen. En wanneer dat geheim jouw trommelvlies binnenkomt, kun je je gezichtsuitdrukking gewoon niet meer onder controle houden. Ah. Oké. Ik moet je iets vertellen. Ik moet gewoon even van mijn borst af. Oké. Ik ben op date geweest met Tom. Je vindt helemaal niks. Je vindt helemaal niks. Oh my god. Nee. Oh, dit is gewoon mijn reactie als ik. Als ik het gewoon leuk vind. Jaloers op jongens. Stelletjes kennen het wel. Je wilt zo vaak mogelijk bij elkaar zijn. Maar ja, vrienden zijn ook belangrijk. Wanneer de een dan ook weggaat, komt er al heel snel vragen naar de andere persoon naar boven van hey, wat ga je doen? Of is er wat? Keep calm, er is gewoon niks aan de hand. Hey, schat, ik moet gaan. Hoezo? Ik ga met vrienden voetbal kijken. Wil je mee? Oh, nee hoor, nee, is goed. Hef van. Schat? Is alles oké? Natuurlijk, schatje. Nee, natuurlijk ben ik niet oké. Wil je vaker met hun opgaan? Hè? Ben ik niet goed genoeg voor je? Ik wil dat je vaker met mij omgaat, ja? Anders kill ik je. Nee. Jaloers op vriendinnen. Meiden en hun jaloerse gevoelens. Het is voor elke chick gewoon heel moeilijk om het binnen te houden. Als je dan even goed nadenkt, dan gunnen we elkaar gewoon amper wat. Wij meiden kunnen zo jaloers worden dat sommige meiden gewoon de hele dag over kunnen pieken. Wauw. Oké, ik was de afgelopen week was ik in Amsterdam en ik was zo'n mooie tas gekocht. Echt niet normaal. Oké, wacht, ik laat het nog zien. Ja. Kijk. Oh, ja. Oh, die tas, die wou ik ook. Hij was natuurlijk al prijzig, maar weet je, ik kan natuurlijk gewoon hebben. Ik bedoel, Vet opscheppen natuurlijk. Oh. God. Ja, mensen zijn natuurlijk ook jaloers en dan denk ik van, ja, loopt ze op straat en dan zit iedereen zo aan te kijken. Oh, ik wou die tas ook! Dan denk ik van, oh yes, I got it. Feedback ontvangen. Kritiek ontvangen is vaak niet een pretje, maar het is wel goed voor je. Ook al zien wij het niet vaak in, je moet gewoon even denken dat het goed voor je is. Tel dan ook gewoon even rustig tot 10 voordat je zelf allemaal dingen gaat roepen, want dat is niet handig. Evaluatie van de afgelopen periode. Ik vind dat je kundig werk levert. Ja, maar ja, er zijn gewoon wat dingetjes waar ik gewoon niet zo goed tegen kan. Bijvoorbeeld, ja, je communicatie met collega's, dat is gewoon echt, ja, gewoon eigenlijk niet erg acceptabel. En verder vind ik gewoon dat, dat je houding op werk moet gewoon verbeterd worden. Ik bedoel, het is gewoon, je zit erbij alsof, ja, af en toe heb ik het wel. Weet u wat ik van u vind? Ik vind u stinken. Ik vind u stinken, stinken naar poep en naar koffie. En weet u, die bril die u nu op hebt, is zo 2010, hè? 2010, we zitten in 2016. En dit bedrijf kan de grond in zakken. Want ik ben er helemaal klaar mee. En de collega's hier, die zijn stom. Dus ik ben er klaar mee. Bent u klaar? Ik wilde u namelijk een promotie aanbieden. Graag. Heb je nou soms ook dat je denkt van shit, had ik nou mijn emotie onder controle kunnen houden? Doe dan even lekker dikke duim omhoog. En laat de reacties hier beneden achter wat dan die situatie was en wat er gebeurde. Volg ons op social media, alle links staan hier beneden in de beschrijving. Vergeet onze laatste video's niet te checken, die staan hier beneden. En dan zien we jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei!